Ik ga voorstellen, want hier is een vierde marge. 3/5 plekken voor Marcella Mensen. 3 keer plaats 4, Daphne Goorhuis. 3 keer op brons was Journey Rexwinkel. We kijken naar het zilver, Celia Vis. En de dame die 3 keer 1 werd, is Anne Bos. Vierde marge, girls 6 en 7 jaar. En we zijn hier vertrokken en dan gaan we weer naar Anne Bos kijken. Het enige wat ze hoeft te doen is volgens mij aan de finish komen. En er is nog wel een strijd hoor. Want ik zei dat het 3/3 ring was Jurrie Rexwinkel. Maar dat toch niet. Want de eerste marge zat ze op plaats 20. Dus als Rexwinkel hier op het zilver doorkomt, gaat zij ook met plaats nummer 2 naar huis. De meisjes zijn 6 en 7 jaar en er staat vandaag geen maat op deze dame uit Nijkerk. Zij gaat de eerste titel hier bij de thuisclub houden en die titel gaat naar Anne Bos. Daar zullen ze straks na het opruimen nog wel een feestje voor vieren. En wij gaan kijken naar die tweede positie. Voorlopig is die in handen van Celia Vis en die heeft zij nodig om straks met het zilver naar huis te gaan. Celia Vis, plaats nummer 2. En komt er nog een aanval van Journey Rexwinkel, want ze heeft duidelijk nog wat over. Ze heeft nog heel veel snelheid. Ja, dan had ze die bocht denk ik wat meer door moeten trappen. Hier komt de kampioen hoor, Anne Bos namens Nijkerk. En daar komt de aanval. Oei, oei, oei. En dan gaan we...